Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de F1 My Team Career Mode. We zijn aanwezig bij de Grand Prix van Frankrijk voor alweer de 10e race van seizoen nummer 3. En we gaan kijken of we de puntenreeks door kunnen zetten. En we hebben al 3 winsten binnengehaald dit seizoen, verrassend genoeg. We wonnen in Imola, we wonnen bij Azerbeidzjan en we wonnen in Oostenrijk. 3 zeer verrassende punten, zeker als je ook kijkt naar de rest van het seizoen. Ook 3 uitvalbeurten. En 2 keer gewoon uitpunten gereden. In Miami 2 puntjes binnengehaald. Saudi-Arabië was het minst goed. En Groot-Brittannië staat wel 11e, dat ik heel dichtbij was. Maar in werkelijkheid zat ik er best wel veel seconden achter. Maar door die 3 overwinningen staan we dus redelijk goed aanwezig op die 6e plaats. We gaan voor de training, gaan we weer de onderdelen naar de oude zetten. Zeker voor deze is dat echt nodig. Dan heb je maar 2 onderdelen, hier kan het helaas niet. 20% nog maar steeds. Hè? Dus wie weet kunnen we het nog halen met die elektronica. Ik denk dat ik vandaag versnellingsbak 3 ga gebruiken. We zijn inmiddels al bij de 10e Grand Prix, dus dat moet wel goed komen. Zeker als je alleen maar in de quali en de race gebruikt. Nou oké, op eentje na alles niet gelukt. Ik laat even dat laser zien, want what the fuck. 50%, volgens mij pas bij de 5e keer of 4e keer dat het eindelijk lukte. De hel man, jeez. Dat is echt niet normaal hoeveel bad luck. Maar goed. Wat maakt het eigenlijk uit? Oeh, Albon heeft wat extra punten gepakt. Nou, toch nog redelijk wat punten bij. Wauw, 3100 punten bijna. Jeez, dat is echt veel. Dat is echt veel. Oké, we zijn begonnen aan de kwalificatie van de Grand Prix van Frankrijk. Kijken of we richting de Q3 kunnen. Oftewel niet er zelfs in kunnen, dat zou nog beter zijn. In het verleden is het een best wel prima Grand Prix voor mij geweest, qua strategie en alles. Dus laten we zien hoe het vandaag gaat. Ik heb een fucking probleem. Ik ben mijn onderdeel vergeten erin te zetten. Oh fucking hell. Ik moet de game afsluiten. Fuck Dombo! Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Oh. Nee. Want als je dat weer terug doet, gaat die A automatisch meteen naar de quali. Oh, nee. We hebben het verpest. Ik kan niet. Ik ga als laatste trainen, want je krijgt. Het staat zo stom. Van zo'n 330 km per uur op het rechte stuk is er
sprint van vandaag te gaan bekijken. Lando Norris start vanaf pole position. Net voor Max Verstappen die op P2 start. Kijkend naar de rest van de grid hebben we Leclerc, Magnussen en Sainz. Hamilton, Vettel, Ocon en Pierre Gasly. Tsunoda, Oscar Piastri, Robert Schwarzman en Mick Schumacher. Zhou, Ricciardo, Alexander Albon en Valtteri Bottas. Fittipaldi, Stroll, Latifi. Door een eerdere gridstraf starten ze verder achteraan en de engineer. Nu de lichten bijna uitgaan, is het tijd om naar de baan te gaan. En Bas van Damme is er vandaag weer bij voor alle inzichten in de race van vandaag. Zullen we McLaren bespreken? Wat vind je van de prestatie tot nu toe in dit seizoen? De sfeer binnen het team is momenteel heel positief. Iedereen is goed geluimd en heeft veel plezier in wat ze doen. En dat heeft zeker bijgedragen aan de prestaties die we hebben gezien. Oké, we hebben de startopstelling gehad. Helaas dat we als laatste. Die reden daarvoor is wel bekend. Een ongelooflijk dom iets van mij, waardoor we als laatste moeten starten. Helemaal vergeten mijn onderdeel terug te zetten. Kijk waar iedereen op staat, toch best wel het aantal rijders op de softs zo te zien. Niemand op de hards. Norris heeft pole trouwens voor Verstappen en Leclerc. Kijk waar mijn teamgenoot is, 17e. Ook niet echt helemaal top, maar goed. Yeah. We gaan kijken hoe ver we met de mediums komen, wat de slijtage is. Misschien kunnen we hem dan de strategie gaan wijzigen naar een... Naar een medium soft variant als het mee zit. Ik neem aan dat we nu zo langzamerhand op de plek komen voor de startopstelling en dat is zeker het geval. Oh my god! Kan die wielspin even stoppen? Jesus, dank je. Dat is de meest vreselijke start die ik ooit heb gehad. Nou, dan gaat het bijna 4 uit. Wie ging daar helemaal links bijna buiten de baan? Stroll, wauw! Ik durf me niet ernaast te zetten. Want ik heb het idee dat Latifi gewoon blind in gaat sturen. Nee, toch de beide te pakken. Lovely. Lovely stuff. Ik kan wel zien dat de auto nu wel... De Aston Martins en de Williams zijn uitgegroeid. My god, waar kom jij vandaan? Gelukkig geen schade door dat tikje aan Fittipaldi. Oké, nice move. Even Fittipaldi laten weten wat ik van zijn breaktest vond. Zien heeft Albon ook een redelijke start gehad, want hij is in ieder geval één rijder voorbij. En hij was gestart als 17e. En ik zie nou Bottas op de 17e plaats staan. Ik probeerde hetzelfde te doen, maar ik had geen grip meer. Dus ik moest wel even buiten de baan gaan.
En gelukkig zag de FIA ook dat ik dat niet expres deed. Maar dat ik wel moest. Om die, ook die gele stukjes te ontlopen. Want je wilt geen floor damage krijgen hier ook. Sowieso wil je dat nooit krijgen. Oké, nou al een paar rondjes achter Schumacher. Kom op. Goeie exit. Slipstream. Oh, ik was bijna bang dat hij weer me dicht zou gaan gooien, kwakken. We gingen er gewoon in, hè, Bottas. Ik voelde dat wel. Albon staat nu twee plekjes voor me. Oh, fantastische exit uit die laatste bocht. Normaal heb ik dat niet zo goed daardoor. Maar dit keer was het echt perfect. En via de buitenkant kwam Yuzu voorbij voor plek 16. Lovely, je ziet nu alweer het verschil, hè. Je moet echt, als je de top 10 wil bereiken, moet je echt snel al deze gasten voorbij gaan. Want je loopt echt zo verschrikkelijk ver achter alweer op de top 10. Het lijkt net alsof je er in twee onderdelen hebt van de sport. Albon, ga je het lastig maken? Nice. Dan ben ik de volgende die Schumacher voorbij gaat. Ik heb net niet vol gas gegaan, hè. Oké, ga jij hier niet te moeilijk doen, want ik ben bang dat jij ook zo dom in gaat sturen. Ik pak jou wel zo meteen op het rechte stuk met DRS. Die is een exit. Daar is de DRS. Albon wil de binnenkant verdedigen. Wel redelijk agressief die deur dichtgegooid, want ik wilde niet dat Albon dacht dat hij erin kon komen. Plek 14. Kijk wat ze gaan doen. Niks. Oh, Ricardo rijdt daarvoor. Vandaar dat Piastri er niet bij kon komen. Weer hier ook. Weer hier ook, hè. Hoho. Ah, hij gaat dan naar binnen toe. Nou, dankjewel voor het helpen met wat tempo te verhogen.
En dan moet ik het zelf doen dus. 10 rondjes kun je rijden met de softs. Nou, expres laat ik hier van de IRS af. Want hier wil je juist IRS gebruiken. De buitenkant wordt de binnenkant. Een soort blokpas. Dus ik liet niet toe dat Cassidy aan de buitenkant nog mee kon rijden. Goeie hoofd. Oh. En daar maakt je nodig ineens een fout. Zal misschien ook de plek aan Cassidy moeten weggeven. Karma fucking bitches. Oké. Binnen voor de enigste pitstop. Op nieuwe softjes. Kijken waar we terechtkomen. Zegt de game. Zegt niks. Top. Somehow hebben we de overcut op Ricardo weten te maken. Zo, ik wacht totdat eindelijk weer wat grip is. Maar op een of andere manier hebben we de overcut gemaakt en staan we gewoon nog steeds negende. Geen idee hoe dat gewerkt heeft, maar ja. Het heeft gewerkt. Ik ga niet doen alsof ik er niet blij mee ben. Wauw, oké. Wat zijn de tijden die ik moet rijden ongeveer? Oh. IRS aan, DRS aan. Vettel nu bij... Oh, ik moest zelfs even remmen om niet al meteen al bij Ocon aan de binnenkant te zijn. Hoppa, dat is plek 8. Zoveel verlies zijn schat tempo, hè? Hoppa, agressief hier aan de binnenkant. En dan naar Vettel toe, als het kan. Dat is precies op een seconde mark. Hamilton gaat nu ook Sainz voorbij. Oké, nu is alles attack, alles aan. DRS zone aan. En dan denk je dat ik hier voor de move ga? Nee. Ik lijn alles perfect op voor hier. IRS weer aan. DRS hebben we hier natuurlijk niet. Maar wel
Een fantastische... Oh! Vettel, waarom close je die gap? Waarom close die gap? We zijn er voorbij. Maar we hebben front wing damage. Badly trouwens. Ja, de incident heb ik gezien van dichtbij. Waarom close zat dat die gap zo dom? Maar het kan de pret niet deren. Maar dan komen we over voor plek 5. Wat een domme actie van Vettel zeg. Oh mijn god zeg. Oh, blijf dan wijd rijden. Je ziet toch dat ik aan de binnenkant zit. Niet normaal. Coureur van de dag, ja. Als ik daar de coureur van de dag niet won, dan win je hem nooit. Oké, daar hebben we dan de uitslag van de Grand Prix van Frankrijk. Verstappen wint dus voor Leclerc, Norris, Russell. Ikzelf op de 5e plek, Vettel 6e, 7e Hamilton, 8e Ocon, 9e Sainz en 10e Daniel Ricciardo. Best wel teleurstellend weer eens voor de Australiërs en McLaren. Wat een laatste ronde was dat. Vanaf dat moment dat ik naast Vettel kwam en hij toch de AI weer die gat dicht ramt gewoon. Gelukkig konden de auto recht houden zonder dat we gingen spinnen of zo. Wel flinke voorvleugelschade, dus dat zullen we wel weer zien in de eindafrekening qua bonus voor de rijder. De enige DNF was voor Magnussen. En mijn teamgenoot Albon op de 13e plaats. Ver verwijderd van de punten weer eens. Kijk naar de stand. Zien we dat Verstappen de leiding nog maar eens heeft verstevigd. 67 punten voorsprong heeft nu op Norris. Leclerc derde, Ricciardo vierde. En ik inmiddels, dankzij deze resultaat, 5e in de wereldklassement. Voor Sainz, Russell, Hamilton pas 9e. Vettel 10e. En mijn teamgenoot 15e heeft een plekje kunnen winnen. Waarschijnlijk omdat zijn algemeen beste resultaat hoger was. Als Fittipaldi en Schwarzman. Nou zou ik het niet weten waarom hij in deze plekje klinkt. Maar goed, kijk ook naar de teamstanding. Staat Red Bull eerste met 95 punten inmiddels voorsprong op McLaren. Red Bull of Mercedes derde, Ferrari vierde, Alpine vijfde. En maar 7 punten achterstand hebben wij nog op de Alpine. We zijn in gevecht voor plek 5. En je zou bijna kunnen zeggen, zelfs Ferrari is nog niet eens helemaal weg. Maar ik denk dat dat net een stapje te ver is, ook qua pace. Is volgens mij de Ferrari wel net een stapje te ver. Ja, tenzij ze allemaal technische fouten krijgen zoals deze race.
5-2 gewonnen ten opzichte van Hamilton. En daar is het 23-23. Met nog één Grand Prix te gaan, staan we gelijk in de rivaliteit. Wauw. Wauw. Hier geen veranderingen. Eén bonus niet gehaald. Vier rondes tekort gedaan. Dat is jammer. En inderdaad, schade aan het eind van de race. Ook Albon wat schade. 5,4 miljoen hebben we nu al in de bank. Ja, want die bonus, ene bonus die het gelukt is, vier rondjes tekort. Ja, zo. Ah, we hebben een extra. Een extra faciliteit of ontwikkeling gekregen. En wat zien we later tijd voor Albon gunnen. Dan gaan we even een grote doen. En die gaan we niet haasten, want dat is te grote kans op falen. Met die upgrade gaan we in ieder geval in de chassis gedeelte echt de top 5 aanvallen. Kijken we nog één upgrade kunnen doen qua duurzaamheid. Dat moet dan deze zijn. Laten we die dan maar wel haasten. Dan komt die nog voor België aan. En met die upgrades gaan we de Alfa Romeo's weer voorbij. Die zijn we volgens mij net weer ingehaald. En met die upgrade gaan we weer terug de Alfa Romeo voorbij. En ja, we zitten nog best wel ver achter nog steeds op de Alpines. Je ziet dat we allemaal grote stappen zijn aan de maken zijn. Ik wacht nog steeds op op een bevestiging van een R&D verandering. Die we nog steeds niet hebben gehad. Nou goed, ik ga het hierbij laten voor deze aflevering. Dus zoals altijd geef een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal, volg ook het kanaal in de beschrijving onder. En tot de volgende keer. Later!